Een moeder en haar twee minderjarige kinderen hebben gisteren ernstige brandwonden opgelopen bij een woningbrand. De politie van Flora kreeg via de centrale meldkamer een melding van de brand aan de Marowijnenstraat. Bij aankomst op de plek werden drie slachtoffers met ernstige brandwonden aangetroffen en per ontboden ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis. De twee kinderen zijn in kritieke toestand opgenomen op de afdeling Intensive Care, terwijl de moeder voor verpleging is opgenomen. Twee manspersonen die hulp boden, liepen eveneens brandwonden op. Onderzoek wees uit dat de moeder met haar twee kinderen onderdak is geboden in een bijgebouw op hetzelfde perceel waar ook de hoofdwoning staat. In het bijgebouw heeft de vrouw vier jerrycans met benzine opgeslagen. Het vermoeden bestaat dat een van de jerrycans niet goed was afgesloten. Hierdoor moet er sprake zijn geweest van verdamping, waardoor de damp zich in het vertrek verspreidde. Bij het aanmaken van een van de lichtpunten moet er door een vonk een explosie zijn ontstaan. Deze informatie is ontleend aan het bulletin van het Korps Politie Suriname.